Goedenavond, aanwezige mensen die deelnemen aan de oriënterende ronde deze avond. Ik wil graag beginnen, dus als iedereen wil gaan zitten waar die moet gaan zitten, heel graag. Ik zie nog een paar mensen binnenkomen vanuit de hal. We beginnen, zoals logisch en gebruikelijk, bij agendapunt nummer 1, opening en mededelingen. Zijn er mensen die mededelingen hebben? Niet. Agendapunt 2 is vaststellen van de agenda. Kunnen we de agenda vaststellen zoals die is of moeten daar wijzigingen op komen? Niet. Het derde punt is spreekrecht. Daar hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond, dus ook dat punt is bij deze afgehandeld. Dan zijn we aangekomen bij punt 4, dat is de aanvraag vangnetregeling 2016. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Van den Hoek, meneer Van der Grampel, mevrouw Kloekhorst, mevrouw Hansen. Meneer Reiling van het CDA, niemand over de vangnetregeling? Dan begin ik bij meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Twee gedachten bij het lezen van het stuk. We moeten in ieder geval dit bedrag zien binnen te halen. En dan maar niet voor de WOZ of zo gaan gebruiken, lijkt mij verstandig. Maar als we dit document als een slot-evaluatie zien, dan zou ik er wel wat kritischer op zijn. En anders zou ik zeggen, zien dat we het geld weer binnenkrijgen. Dus eerst die reactie van de wethouder graag even hierop. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dat is feitelijk ook mijn vraag. Hoe moeten we dit stuk lezen? Gaan we op de inhoud in of gaat het erom dat we die middelen op de juiste wijze binnenhalen? Als ik het goed heb begrepen, ging het normaal automatisch en is dit slechts een formaliteit? Daar wil ik ook graag antwoord op. Dank u wel. Mevrouw Hansen? Dank u wel, voorzitter. Op zich zijn we blij dat we deze richting inslaan. Wat ons wel zorgen baart is enerzijds hoe krijgen we de mensen, de burgers, naar de voorlichtingsavonden. De ervaring leert ons dat op dit moment met name de hulpverleners de avonden bijwonen of bijgewoond hebben. En de doelgroep als zodanig nog weinig zichtbaar is daar. En het tweede is, een punt wat ons wel zorgen baart is op het moment dat je kijkt naar het punt van de handhaving. Er kan een boete opgelegd worden die de uitkering in mindering of op de uitkering in mindering gebracht wordt. En hoe gaan wij daarmee om op het moment dat daar kinderen in zo'n gezin aanwezig zijn? Dank u wel. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie kan akkoord gaan met de aanvraag vangnetregeling en de voorgestelde maatregelen. De analyses zijn duidelijk en de voorgestelde maatregelen lijken passend. We zien een aantal positieve effecten terug, zoals de succesvolle pilot voor opleidingsmogelijkheden voor jonge statushouders. We horen graag meer terug over de voortgang hiervan. We hebben nog een enkele verduidelijkende vragen. Het totale tekort op het bijstandsbudget in 2016 is bijna 8 ton. Er wordt veel gedaan en voorgesteld om het tekort te beperken, maar 8 ton lijkt ons fors. Klopt dit of valt het mee? Wat was het tekort in 2015 en hebben we hier ook een aanvraag vangnetregeling voor moeten doen? We vroegen ons ook nog af of het informeren van pasgehuwden over de financiële consequenties bij een eventuele scheiding wel gepast is. En wellicht leidt het tot onbegrip bij de kerstverse trouwparen. Wij kunnen ons wellicht voorstellen dat dit wellicht zo ervaren wordt. Kan de portefeuillehouder de ervaringen hiermee toelichten? En tot slot, de definitieve voorwaarden voor de nieuwe vangnetregeling in 2017 is daar al meer over bekend. Dank u wel, meneer Van der Grampel. De fractie van de ChristenUnie kan akkoord gaan met dit voorstel om via deze regeling een beroep te doen op de vangnetregeling. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het is ook typisch de naam vangnetregeling. Ik vind het zelf geen mooie naam, maar het zegt natuurlijk wel alles. Je kunt een beroep doen op extra middelen vanuit het Rijk. Op het moment dat je tekort schiet, tekort komt, moet ik zeggen, niet tekort schiet, maar tekort komt. In je geld, in je uitkeringsvolume, zeg maar, gelet op het aantal mensen wat nu een beroep doet op de bijstand. En dat is nogal fors. Daar kom ik straks nog wel even op terug bij de antwoording van mijn vraag. Nou, als u dan heeft, dat hoorde ik ook meneer Reiling en mevrouw Van den Hoek zeggen, waar gaat het hier om? Wat is nou de status van het stuk? De status is inderdaad om aan te tonen dat we elke dag weer met heel veel inzet proberen om mensen weer perspectief te bieden. Door middel van werk. En als dat er niet in zit, door een mooie participatiebaan. En wij moeten aantonen dat we dat elke dag doen om een beroep te kunnen doen op deze regeling. Dat is niet meer en niet minder. In het verleden ging dat wat makkelijker, zeg ik maar ook weer heel plat. Want dan moesten we gewoon een rapportage indienen. En dan kreeg je het wel of kreeg je het niet. En nu heeft het Rijk gezegd van nou, we vinden dat ook een democratisch instrument. En dat is logisch. Dus vertel ook vooral uw raad waar u mee bezig bent. Om ook in ieder geval beargumenteerd een beroep te kunnen doen op vangnetregeling. Is dit dan een slotevaluatie wat meneer Reiling aanzet? Nee. U moet het maar zien als een soort tussenrapportage om te laten zien waar we nu staan. En u weet ook dat wij in januari een aparte avond organiseren, een informatieavond organiseren rondom de participatiewet, om u te informeren wat wij daar in de praktijk allemaal precies doen. En dan kom ik ook op het verhaal van mevrouw Hansen, die zegt van nou, ik wil wat meer reuring in deze zaal, meer mensen betrokken vanuit de praktijk. Dan zullen we ook de nodige mensen uitnodigen die daarover alles kunnen vertellen. Dus daar komt dat verhaal vanuit de praktijk terug. Hier gaat het om kille cijfers misschien nog, maar dan hoort u het verhaal achter die cijfers. Dus zo zit het in elkaar. En we hebben natuurlijk, als het gaat om een moment daarvoor, dus januari, informatieavond voor de Raad en ook voor de participatieraad rondom participatiewet. En in december, als u het goed weet, hebben we begin december een heel mooi symposium hier over armoedebeleid. En ik kan u zeggen dat we inmiddels al richting de 100 aanmeldingen gaan. Dus het wordt hier vol. Als u zich nog niet aangemeld heeft, doe dat alsnog. Want het gaat heel hard op dit moment. Dus de belangstelling voor het thema, omdat we ook verschillende gastsprekers hebben, is groot. En dat is voor onze basis om in 2017 die aanpak, zoals u weet, verder in te vullen. Mevrouw Hansen, u vroeg nog naar de boete opleggen. Hoe ga je daarmee om op het moment dat er sprake is van kinderen in een gezin? Ja, dat, natuurlijk is dat een afwegingskader, laat dat ook helder zijn. Een boete wordt niet zomaar opgelegd, dat zeg ik ook nadrukkelijk. We kijken altijd heel goed naar omstandigheden, maar ook wel naar, is hier echt sprake van onwil, onkunde, hoe je het maar noemen wilt. Dus je moet wel in principe bereid zijn om die boete op te leggen, om rechtvaardig te kunnen handelen ook naar een andere situatie. Maar uiteraard houden we ook rekening met de situatie van kinderen, laat het ook helder zijn. Mevrouw Kloekhorst, u vroeg naar de statushoudersvoortgang, ook dat komt in januari hier naartoe, want we hebben een aparte raadsvoorstel in januari hoe wij met de reïntegratie omgaan van statushouders. Dan komt dat hele domein komt hier terug. Dat tekort waar u op duidde, dat klopt. Maar goed, als u kijkt naar de uitkeringsvolume of naar het volume van het aantal uitkeringsgerechtigden, dan zitten we nu op ruim 900. Hè? En enkele jaren geleden zaten we nog op 600. En misschien wel 500. Dus dat is heel fors gestegen. Dat wordt altijd geprognosticeerd, zeg maar, ook verrekend naar een uitkeringsvolume toe. En dat betekent wel dat je jaarlijks moet bijplussen in je begroting om de mensen gewoon netjes elke maand te kunnen betalen. Zo zit het nou een keer. En wij doen er alles aan om het uitkeringsvolume terug te brengen. Maar ik heb u ook in de analyse die erbij zat laten zien dat we in staat zijn om mensen weer uit te laten stromen naar werk. Maar dat de instroom eigenlijk net zo snel gaat om hele diverse redenen. Einde WW, scheidingen, privéomstandigheden, dat komt allemaal naar ons toe. Dus we zijn niet aan de voorkant in staat om dat heel goed te dempen. Heel simpel gezegd, omdat er ook andere omstandigheden spelen. En uw vraag rondom financiële consequenties rondom een echtscheiding, ik kreeg die niet helemaal goed mee, maar dat kan aan mij hebben gelegen.
in het stuk stond dat als mensen voornemens zijn om te trouwen, dus bij ondertrouw, al informatie krijgen over de financiële consequenties bij een scheiding. Ik denk dat pasgetrouwden daar dan op dat moment niet helemaal mee bezig zijn. Dus ik vroeg me af of daar ook al trouwparen waren die daarop gereageerd hadden van nou, dat hoeft niet aan mij medegedeeld te worden. Nou, dat is wel een interessante discussie die u nu start. Want we hebben het wel, het is wel serieus bedoeld, dus laat het ook helder zijn. En ik vind dat je mensen best aan de voorkant mag informeren, hè, over wat het is, A, om in een huwelijk te treden. Maar ook de beide verantwoordelijkheden die je naar elkaar toe hebt. En misschien ook wel straks op het moment dat je toch besluit om niet met elkaar verder te gaan. Dat is best wel eens een interessante discussie, misschien om hier nog eens een keer te gaan voeren met elkaar. Is het dan, vinden wij het dan normaal, zeg ik dan maar, dat mensen direct bij de gemeente aankloppen? Wat mij betreft, voorzitter, hoeven we die discussie vanavond niet te voeren. Maar hij is wel eens interessant om over na te denken. Want daar hebben we wel mee te maken in onze dagelijkse praktijk. 1/3 van de instroom wordt bepaald door omstandigheden in de privésfeer. Hè? Laat het even heel helder zijn. Over de voorwaarden 2017, dat weten wij nog niet op dit moment. En meneer Van der Grampel, dank voor uw bereidheid om eens te zijn met dit stuk. Volgens mij heb ik die vragen beantwoord. Dank u wel. Dan is de standaardvraag. Is er behoefte aan een tweede termijn? Maar ik vermoed van niet. Nee. Dan neem ik ook aan dat het als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat de volgende keer. Heel goed. Hamerstuk. Dank u wel. Dan zijn wij bij de rondvraag. Punt 5 van de agenda. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Niet. Dan sluit ik bij deze de vergadering. Om 7:30 begint de raadsvergadering. Dank u wel.